Paulus is een van de belangrijkste figuren uit het christendom. In de traditie is hij geliefd en wordt hij verguisd. In Nazi-Duitsland werd een poging gedaan om hem als te Joods uit de geschiedenis van het christendom te schrijven. Veel hedendaagse theologen lezen hem liever niet omdat Paulus met zijn uitspraken vaak tegen moderne haren instrijkt. De in 1996 overleden socialistische president Mitterrand las Paulus echter op zijn sterfbed en ook kritische filosofen als Giorgio Agamben of Alain Badiou bestuderen hem. Waarom wordt hij gelezen? Is Paulus een theoloog? Wie is Paulus? Paulus wordt heel vaak gebruikt, met name in de school van Luther, als een splitser. Als iemand die zegt niet het Jodendom, maar het Christendom. Niet de wet, maar het evangelie. En dan kom je met Luther en dan zou Paulus gezegd hebben dat je alleen door geloof gered wordt. Terwijl ik hem eigenlijk vooral zie als iemand die eenheid brengt. Die dé grote splitsing in die tijd tussen Joden en niet-Joden probeert op te lossen op zijn manier. In het spoor van Jezus, in het spoor van het Oude Testament, in het spoor van de profeten. Dus ik zie Paulus vooral als een hele grote verbinder. Een diakonos, iemand die verbindingen legt. Een sun ergos, een samenwerker. Een econoom, een oikonomus, iemand die zorgt voor de huishouding. En daarmee is hij ook een soort apostel. In het Nieuwe Testament wordt over Paulus geschreven in het boek Handelingen. Er zijn ook een aantal brieven van Paulus opgenomen. Deels aan hem toegeschreven, deels daadwerkelijk van zijn hand. Hij is geen schrijver van theologische traktaten. Hij communiceert via brieven, zoals tegenwoordig via internet en de sociale media gebeurt. Ik vind het zelf altijd heel leuk om Paulus te plaatsen in onze tijd, met de World Wide Web. En hij is onderdeel van een World Wide Web, dat kun je zien. Hij schrijft brieven. Het is voor ons ongelooflijk om te zien wat voor bereik die man had. Hè? Vanuit Turkije schrijft hij briefjes naar Rome. Wat ik jullie vertel, hebben we over gesproken, is een stukje onderdeel van de traditie. Heb ik geleerd van Jezus, hebben we het over gehad. Dit helpt jullie en het is een gemeenschap gebeuren. Als je kijkt of Paulus theoloog is, dan is hij een praktisch theoloog die zich ontwikkelt in reactie op de maatschappij. Dat heeft hij trouwens gemeen met de rabbijnen, die ook halacha maken, die wet maken, in samenspraak met de mensen waar ze voor zorgen en in een dialoog. Dus Paulus is wel degelijk een theoloog, maar het is een theoloog die gemeenschappelijk theologiseert. Paulus is relevant voor moderne theologen. Dat vindt ook Bernadette van Dijk. Zij is oud-studente van de TST en staat als straatpastor midden in de hedendaagse praktijk. Nou, in de kerk is diaconie altijd uitgelegd als zorg en dienst en zo is de kerk ook georganiseerd. Maar misschien betekent diaconie wel veel meer bemiddeling of verbinding of nou, iets van beweging tussen de ene en de ander. Toen ik dat las, die discussie over diaconie, toen moest ik heel erg terugdenken aan een van mijn eerste gesprekken met iemand van de straat. En zij zei, die vrouw, jij komt eigenlijk de verbinding leggen tussen onze straatwereld en de bovenwereld, zei ze. Ze zegt, jij komt bemiddelen, jij komt pendelen, zei ze geloof ik zelfs. En ik vind het heel grappig, omdat ik in dat artikel teruglas dat Paulus, dat gaat dan over, als hij diakonos gebruikt, dan gaat het over verbinden tussen de een en de andere groep, tussen Korinthe en Jeruzalem. En bij Plato bijvoorbeeld gaat het over zoals handelsreiziger zijn of zo, tussen de ene gemeenschap naar de andere gemeenschap. En het mooie daarvan is dat dus niet alleen gezonden zijn vanuit de ene plek naar de andere plek, maar je hebt van allebei de kanten iets te bieden. Ja, Paulus geeft mij een nieuw venster. Die helpt mij om opnieuw na te denken over wat er hier gebeurt. Ook niet zozeer alleen maar wat er gebeurt, maar ook wat er misschien zou moeten gebeuren. En waar ik misschien, welke richting ik misschien uit moet slaan. Ik ben werkzaam in het straatpastoraat. Maar als je diaconie uitlegt als verbinder, dan ben ik misschien ook wel een soort diakonos. En dan gaat het over de verbinding leggen tussen de samenleving
en de kerken misschien wel in het bijzonder, namens wie ik gezonden ben. En mensen die daar een moeizame verhouding mee hebben. Wanneer de lezers van de brief in de oudheid lezen dat ze zijn een ecclesia of dat ze zijn een oikos, dan herkennen ze zichzelf als een groep mensen die bij elkaar hoort. En in de oudheid, in de Grieks-Romeinse wereld, maar ook in de Joodse wereld, was het behoren tot een groepje heel, heel erg belangrijk. En een van de meest belangrijke eigenschappen van het vroege christendom is dat het probeerde mensen te verzamelen en dat ze dat deden in wat wij zouden noemen kleine huisgemeentes. En dat is precies waar het bij Paulus ook om draait, is dat hij die huisgemeentes probeert te inspireren tot werkelijk gemeenschap zijn. Tot samen delen van geld en goederen, tot samen delen van inspiratie, van liederen. Dus Paulus spreekt die mensen aan op eenheid. En dat is, en nou komt meteen de angel, wat is eenheid? Dus wij zijn gewend dat eenheid is dat iedereen hetzelfde kapsel draagt en dezelfde kleren. Maar dat is precies wat Paulus niet als eenheid ziet. Paulus ziet eenheid als eenheid dat ook al ben je anders, je toch de neuzen in dezelfde richting hebben. Sommige studenten kiezen Paulus als onderwerp voor bijvoorbeeld hun masterscriptie. Een van de studenten die zich op Paulus wil specialiseren is Stan van Omme. Waarom wil jij een scriptie schrijven over Paulus? Omdat de figuur van Paulus me, ja, die boeit me heel erg. Hè, ja. door de colleges die ik over hem heb gehad, over in de bijbelwetenschappen, maar ook in de kerkgeschiedenis en zo. Verder, mijn hart ligt toch ook wel bij de ambtstheologie. Dat vind ik heel, heel boeiend. En als je dat bijbels wilt gronden, ja, dan denk ik dat je gauw bij Paulus uitkomt. Hey, kan je me heel even zeggen waar je op wil focussen? Ik zat te denken om het woordje diaken in 1 Korinthe 3 te gaan bekijken. En ik denk dat je dan uitkomt dat je een vergelijking gaat maken van hier wordt diaken gezegd, hier wordt medewerker gezegd, synergos. En later nog oikonomos, ja. Huishouder. Ja. Hoe die zich tot elkaar verhouden. Okay. En heb je al een klein beetje idee hoe die samenhangen? Ik heb zelf heel sterk het idee dat het dat we ze moeten verstaan in de metafoor waarin ze gebruikt worden. Dus die medewerker die wordt behandeld in de landbouw. Hè? Ja, ja. Ik heb begoten, Apollos heeft geplant of andersom. Maar God geeft de wasdom. Ja. Wij zijn medewerkers van God. Ja. En vervolgens ook nog eens, jullie zijn een stad en ik heb het fundament gelegd voor dit bouwwerk. Je zegt dat met ambt te maken heeft. Zou het ook nog een beetje breder dan alleen ambt kunnen? Heeft je zusje er nog wat aan? Ik denk het wel. Uiteindelijk gaat het dus over taken. Het gaat over een stukje dienstbaar zijn. En wat Paulus volgens mij heel mooi laat zien is, je bent nooit alleen voor iets verantwoordelijk. Ja. Nou, en ik denk dat ieder mens, dus ook mijn zusje, ook mijn broertje, daar iets aan hebben. Van, je hoeft het niet alleen te doen. Ja. Je doet het samen met mensen en uiteindelijk ook nog eens, ja, misschien tot lof en eer van God. En dat laatste hoeft er dan niet voor iedereen altijd bij natuurlijk, maar het kan wel. Terwijl als het gaat over de wezenlijke waarden van het mens zijn, zoals eenheid en liefde en vertrouwen en ruzie en oorlog en hoe je beleid maakt en dat soort dingen, wordt ons denken voor het grootste gedeelte nog, laten we zeggen 60%, 70%, 80% bepaald over de dingen die vroeger speelden. En bij de Romeinen, Cicero, bij Aristoteles, maar zeker ook bij Jezus en absoluut ook bij Paulus. Dus bezinning op Paulus helpt ons bij het nadenken over wezenlijke dingen van ons bestaan, zoals samenwerken of verbinden, dienst aan de armen, waar het in het leven om gaat. En een heel belangrijk thema tegenwoordig is gewoon ook eenheid en broederschap. En vrijheid. En Paulus heeft heel veel over die dingen te zeggen. Vrijheid van meningsuiting. Ontzettend leuk om eens te kijken wat Paulus daarover zegt. Paulus zal zeggen, alles is geoorloofd, zegt Paulus. Maar niet alles draagt bij.